Oké, mensen, jullie zien hier die gele erwtendaal. Ik heb een klein beetje van die mungdaal ook erbij gezet. Ik ga malen, ik ga zelf malen, dan ga ik curry maken. Pakao, kauwe, kauwe, pakao. Mensen, ik laat jullie zien wat ik vandaag ga maken. Ik heb hier pulori, guess what? Guess what ik ga maken? Die pulori had ik al gebakken. Ik heb mango. Ik heb een beetje ook oker ga ik zetten. Die gele erwten heb ik zelf gemalen. Dus ik ga curry maken. Ik heb wat knoflook hier, uien. Olie in de pan ga ik zetten. En die knoflook en uien is boedje. Marcha, madame Jeanette, die kleine. Ze zijn pittig en heet hoor. Me tell you. They're my hot hot pepper like this. Me gonna put inside. We gonna make curry. Curry. With curry. Self-made masala by Sonia Kitchen. And curry, we gonna make curry today, curry, curry, curry. Dus een paar knoflook in de pan met olie, goed bakken, uien. Gaan we goed bakken. Zo, die uien en knoflook is aan het bakken. Zet een beetje van die komijn, hele komijnzaadjes erin. En een beetje fenugreek ga ik ook zetten. Hele fenugreek zet ik, methi. Niet te veel, anders wordt het bitter. Masala, self-made curry, self-made masala. Sonia Kitchen masala is this. Ook niet heel veel, gewoon zo. Anderhalf lepel, zo'n lepeltje. En wat meer? Oh ja, dit. Gemalen erwten. Die hot hot peper, hot hot peper. En die gaat chalawe, die ting. We gaan chalawe, die ting. Chalawe is, we gaan het gewoon draaien, roeren. Ik heb dus hier in die eerst. Uien knoflook met olie, bakken, hele komijn, peper, die hele peper heb ik gewoon hele gezet. Die erwten gemalen, hele komijnzaad had ik gezet. Masala, fenugreek en nu ga ik dit ook erin zetten. Nog even bakken en zout ook natuurlijk, zout naar smaak. En dan ga ik water zetten en wachten op laag vuur, gewoon blijven draaien totdat het gaar is. En dan is het ook klaar om te eten. Zo makkelijk is het. Veel mensen weten niet hoe je curry moet maken, maar dit maak ik zo op mijn manier, weet je. Sommige mensen maken het anders, maar als je het gaat bakken en boedje, dan is het lekkerder. Yes. In Sonja stijl. Oké, dan gaan we nu water zetten erin, want het is goed geboden en dan gaan we op laag vuur laten. Gaan we op laag vuur laten, want het gaat sowieso dik worden. Weet je, gewoon genoeg water zetten, genoeg water zet ik altijd. Oh, water was op. Ik had water al gekookt in die waterkoker. Kijk, dus ik ga hem op laag vuur zetten. Ik ga in die video laten zien. Jullie kunnen mij ook abonneren op mijn YouTube kanaal. Gewoon Sonja Sumit. Op YouTube kanaal. Ik zet die video. Dus ik maak ook stukjes video. Dan zet ik daarop. Als het helemaal klaar is. Dan ga ik ook laten zien. Want ik weet niet of ik de hele tijd live ga wachten. Totdat het klaar is. Het gaat wel misschien 20 minuten duren. Of 15 minuten. Intussen ga ik even zitten. Of moet ik babbelen met jullie. Zal ik babbelen met jullie? Dit kan ik uitzetten, want het is storend een beetje. Iemand zei, ze heeft nooit mango en oker in curry gezien. Maar kijk, die curry begint al dik te worden. Ik ga hem zo uitzetten, want het gaat sowieso dik worden als het koel wordt. Kijk. Ja, nog een 5 minuten, dan zet ik hem uit. Zie je? Check die peper ook. Madame Jeanette. Als ik hem boste. Kijk, nu is het echt dik geworden, hè? Die curry.